De ambassadeur van Brazilië, Ademar Gonçalves de Aguiar Neto, en minister-permanent Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben onlangs hun lopende projecten besproken. Met name de improvement of the upland rice cultivation in Suriname en de bestrijding carambola fruitvlieg stonden op de agenda. Door de COVID-19-pandemie is er enige vertraging opgetreden in de uitvoering. Verder zijn ook de mogelijkheden voor studie voor Surinamers in Brazilië en technische assistentie bij het upgraden van het landbouwkundig onderzoek en voorlichting in Suriname besproken. Overige projecten zullen worden opgepakt bij het aantreden van de nieuwe Braziliaanse ambassadeur in januari 2021.